Hoi, ik ga je in deze video de likes en dislikes laten zien van september. Ja, dat ik het even goed zeg. September was echt overvol. Dat is ook niet zo gek, want het is zeg maar de eerste maand echt na de vakantie, na de zomer. En dan komen alle merken met nieuwe producten die ik dan mocht reviewen. Daar was ik ook blij mee. Ik heb heel erg veel leuke dingen gereviewd. Maar het was wel moeilijk om te selecteren voor de likes en dislikes. Ik heb alles in deze doos gedaan. Nou, ik begin maar gelijk met het Naked 4 paletten alweer. Naked Smoky. Ja, heel wat anders. Een smoky palet. En ik vind eerlijk gezegd dat hij er het mooist uitziet van alle paletten. Het is echt een eyecatcher. Ik vind ook dat hij heel erg goed is. Ik denk dat het mijn favoriet is van de van alle Naked paletten. En dat wil ik echt niet eens heel erg van smoky eyes houden. Maar omdat ik hem gewoon zo goed in elkaar vind zitten. De kwaliteit is ook zo goed. Pigment is fantastisch. En je kunt dus echt een smoky eye mee maken. Maar als je het wilt, kun je er ook een... ja, Naked eye mee maken. En dat vind ik heel knap. Ja, hij doet zijn naam eer aan. Je hebt hier een aantal neutrale tinten. Hier alle donkere tinten, koele tinten. Blauw, grijs, zwart. En dan hier nog een tweetal matte neutrale tinten. Waarmee je ook heel goed kunt blenden, vervagen. Ik heb hem al veel gebruikt. Een heel goed nieuw Naked palet. En nog een palet. Maar hierin zitten geen oogschaduws. Hierin zitten, moet ik het goed zeggen, bronzers en highlighters of contour poeders, powders. Ze zijn mat, ze zijn glanzend. Je hebt hier een aantal hele mooie gebakken bronzers, highlighters. Dit is echt mijn lievelingskleur. Deze bronzer is wat koeler. Niet heel cool, dus hij is niet echt grijs, maar hij is ook niet heel oranje. Hij is perfect tussenin. En deze highlighter vind ik heel erg mooi. Ja, het is echt een heel goed palet. Deze poeder gebruik ik trouwens ook. Licht roze motte poeder om te matteren, maar ook om... het iets nog te laten highlighten, te zetten. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen eigenlijk met dit palet. Maar ik vind hem echt heel mooi en ik gebruik het nu al heel veel. Dat kun je ook wel zien. Terwijl ik hem nog niet zo heel erg lang heb. Nou, dan viel de Essence Happy Girls Are Pretty collectie me helaas heel erg tegen. Ja, bijvoorbeeld deze blush. Die is gewoon heel erg licht. Valt compleet weg. Nou, ik ben al heel erg bleek. Dus als hij voor mij te licht is, dan zeg het al genoeg. Hiermee heeft Essence voor mij echt de plank misgeslagen. Heel erg jammer, want hij ziet er zo leuk uit. En het paletje ook. Oeh, zo schattig. Happy Girls Are Pretty. En dan met een bolletje bol en dan knitten doorheen. Dit is trouwens het eerste paletje. Dus ook nog een nummer 2. Dit is Happiness is Seeing Your Smile. Nee, ook qua kwaliteit. Echt 3 keer niks. Dat was echt niet goed. Essence, come on. I know you can do it. Maar Catrice, die kan er ook wat van. Of dus juist eigenlijk niet. Maar ook dit palet. Ik weet niet wat er aan de hand is met die... Absolute palet. Dus dit is dan geen Absolute palet. Want je hebt Absolute Nude, Absolute Rose volgens mij. Maar dit is gewoon Chocolate Nude. Dus het valt niet in die reeks. Maar de verpakking is wel exact hetzelfde. Ik weet niet wat er met die palet aan de hand is. Maar in het begin was het zo goed. En nu elke keer denk ik weer... ah, dit is het niet. Echt heel erg jammer dat dit palet ook gewoon weer niet werkt. Iets wat ik wel heel fijn vond. En wat ik dus de hele tijd in mijn likes dislikes wilde doen. Want ik heb hem al een tijdje. Maar vergat, want hij stond bij mijn ouders. Is de Herbal Essences droog shampoo voor volume. Droog shampoo kun je gebruiken voor als je haar een opfrisje nodig heeft. Maar ik gebruik het eigenlijk vooral voor volume. De hele week door. Dus ook als ik mijn haar net gewassen heb. En misschien dat deze wel mijn Aussie droog shampoo verslaat. Die ik echt heel fijn vind. Maar deze ruikt nog net wat lekkerder. En ja, hij doet het gewoon ook heel goed. En het probleem met die Aussie shampoos is dat hij soms dan gaat dit stuk. En dan kan ik niet meer drukken. En dan komt er niks meer uit. Ook al zit er nog wel een restje droog shampoo in. I love it! Het is vooral zo fijn dat hij geen witte waas geeft. Dus je haar ziet er gewoon altijd fris uit. En niet wit. Want wit is niet fris. Wit is wit. Ja, dan deze nieuwe Miss Sporty lipsticks. Hier was ik ook echt zo door verrast. De My BFF lipstick. Ik pak er even eentje. Dit is My BFF lipstick nummer 500. My Sweet Mocha. En deze lipsticks... het kostte 3 euro. Ik verwachtte echt dat het van die transparante lipsticks waren. Op zich niks mis mee, maar dat ken ik wel een beetje. Maar het zijn gewoon hele mooie, dekkende, lichte lipsticks. In allemaal verschillende kleuren. Ook wat donkers, wat lichts. Ik heb gewoon heel goed gekozen eigenlijk. Niet duur. En ik vind de verpakking leuk ook met die top zo. En ik hoorde dat een aantal van jullie ze al gespot hadden bij Ethos. Want Miss Sporty is te koop bij Ethos. Nou, ik helaas heb ze nog niet gezien, maar ze zijn er al... bij een aantal Ethos filialen. Want officieel is deze lijn lipsticks pas vanaf 13 oktober te koop. Maar schijnbaar zijn ze er al hier en daar. Dus ga zeker even kijken in een BFF lipsticks van Miss Sporty. Nou, en de laatste like, dislike is echt een like, dislike. De Matte Flat Finish Pigment Glosses van LA Girl. Ik heb er 2 die ik heel mooi vind en 2 die heel erg tegenvielen. Ik vind Bazaar en Rebel heel erg mooi.
Die zijn heel mat, blijven goed zitten, geven niet af. En ja, gewoon echt zo'n prachtig effect. Ja, ik had Bazaar ook op in het filmpje waarin ik oude video's terugkeek. Maar Blackcurrant en Backstage, die dekken dan weer helemaal niet. Die brengen je ongelijk aan. Ze blijven een soort van nat, heel plakkerig. En ja, die kun je gewoon niet egaal verdelen en niet fijn dragen. Gaan ook zo korrel als je ze dan op hebt. Dus nee, die zijn niet mooi, maar deze, wow. Dus een like en een dislike. En dan waren dit voor mij de likes, dislikes van september. Ik ben dit soort filmpjes altijd een beetje zo van... wat waren het weer, veel producten. En het is gewoon zoveel informatie en dan moet ik even terugdenken aan alles wat ik ervan vond. Maar voor meer uitgebreide reviews, de prijzen, et cetera, kijk vooral op mijn blog. Heel erg bedankt voor het kijken en tot donderdag 7 uur 's ochtends. Dan ben ik er weer met een nieuwe video. Doeg!